vandaag ga ik naar de paarden-YouTubers Live Event toe in Ermelo. Samen nog met iemand anders. En daarbij zou ik proberen om vandaag een soort van dagvlog te maken voor jullie. En ja, ik heb dan voor 2 personen ook een Aloe is strong as a lion, soft as the cots and the lion. Times we got hot like a lion, you and I. Our hearts had never been broken, we were so innocent darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every week, had it repeating, had it repeating. Sometimes I think that I see you facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it, 'cause if we met we'd be strangers.
Dit hebben wij echt veel geoefend. Het gaat inderdaad best wel goed thuis al. Dus nu kan ik het mooi hier een beetje oefenen. Dit zijn de twee eerste. Ik zal het wel even meetellen, dat is gemakkelijk te begrijpen. Dit is natuurlijk ook weer een super goede oefening voor hersens.
Terug van de Power Users Live Event. En het was super leuk. Het was heel druk, maar echt heel leuk. Heel veel leuke demonstraties gezien. En weer inspiratie op kunnen doen natuurlijk. Voor wie weet wat ik later nog wil bereiken. Ik was nog nooit in Ermelo geweest op het centrum van het KNS waar we nu waren. En het was er echt super groot en echt zo mooi. En ja, dat erg mooi en erg leuk. En ik ben met een aantal YouTubers op de foto geweest. Wat ik heel leuk vond. En dat was super leuk. En ik heb natuurlijk nog wat spulletjes gekocht. Want ik kon natuurlijk weer niet laten. Waaronder, even kijken hoor. Ik heb hier nog een elastiekje. Waaronder zal ik hem even ophangen. Let niet op mijn hele charmante handdoeken. Deze, kijk hoor. Ik ga hem even zo keren voor jullie. Deze mooie touwholster met hele mooie bloempjes eraan. Die heb ik gekocht bij het stand van Horse Charms, waar ze het zelf in elkaar maken. Super leuk. En wat nog meer? Nou, ik heb nog deze, hoe noem je dat? Een neckrope? Ja, ik denk het wel. Deze heb ik gekocht. Dus noods voor later in de toekomst, als ik met Rivo verder ben met vrijsgezuur, dat je hem dan dus om kan doen voor de sier. Maar ook volgens mij, als ik het goed zeg, dat je dan er een soort van mee kan werken. Ik weet nog niet hoe, maar volgens mij is het ook een soort van sierstuk, geloof ik. En ik heb deze toffe poster gescoord bij de stand van Kampioen. Zien jullie hem? Kampioen vroeg ik al, sinds dat ze net begonnen waren met Junior. Toen volgde ik het al en toen kwam Licht en Duisternis. Nou, vond ik helemaal te gekke serie, want er zat magie in en fantasy en dat vind ik helemaal te gek. En je kon die poster dus kopen, dus dat heb ik gedaan. En nu heb je dan de serie Ruiters en Rosetten, die is ook super goed. Maar ik dacht van, er liggen posters, dus ja, ik kan het ook eigenlijk niet laten om te laten liggen. Dus die hangt nu al in mijn muur. En ik heb nog wat visitekaartjes kunnen geven van mijn pagina van Vermeer dieren en portretten. Want ik teken ook dieren in opdracht voor mensen. En op Facebook heet hij dus Vermeer dieren en portretten. En op Instagram kun je me vinden op Vermeer Art Portraits. Daar zet ik al mijn recente werken op. En doe ik elke keer een update. Dus dan kan je er volgen. En hartstikke leuk. En vraag hoor. Vrijdag had ik nog mijn andere twee touwholsters afgemaakt. Dus die ga ik morgen kijken of het past bij Rivo. Voor zoveelste keer. Alleen het neusstukje hiervan is een beetje te groot. Dus ik zit nog even te denken hoe ik dat ga oplossen. Nou, dus deze turquoise blauwe. Zoals jullie kunnen zien. En ik heb nog deze mooie groene, waarvan de knoop een beetje half uit elkaar valt, alweer. Een beetje vervelend, dat die mag niet uit elkaar vallen. Nou, ik heb nog deze, als je goed kunt zien. Het is een beetje een mix van, groen mix eigenlijk. En dan een beetje met de standaard principes. En die ga ik morgen eens kijken of dat past. En ze willen het ergens dit jaar nog een vervolg opbrengen. Omdat het zo leuk verliep. En er heel veel leuke reacties erop waren. Dus wie weet komt er dit jaar nog een paar YouTubers live event. Dus dat zou super leuk zijn natuurlijk. En ik hoop eigenlijk stiekem dat ik er volgend jaar ook sta. Ik denk het niet hoor. Maar
moet eerst het vloggen er al een beetje beter in zitten. Daar moet ik ook hele stappen mee ondernemen. Gewoon met het durven filmen overal en het doen. En ik merk toch dat ik nog ergens nog een beetje verlegen ben. Omdat het natuurlijk voor mij nog steeds een beetje ongemakkelijk is om overal met zo'n stickje rond te lopen. Maar ik ga kijken voor een camera, denk ik ook. En ja, dat dus. En proberen om mijn dromen te verwezenlijken. Dus volgens mij zijn alle YouTubers ook begonnen bij 1. En die zitten nu op bijvoorbeeld op 10 of 5. Maar in elk geval, die zijn nu ook hoog aan de top gekomen omdat ze meer bekeken zijn. Dus ik hoop zoiets ook te kunnen bereiken. En ja, daarvoor ga ik dus weer kijken. En ja, ik hoop dat jullie me daarbij een beetje kunnen helpen. Dus hebben jullie leuke tips of advies? Geef dat dan in dit filmpje. In een reactie daaronder. En nou ja. Vond je dit een leuke video? Geef hem een like. En desnoods een leuke reactie eronder plaatsen. En heb je dus tips, zet die dus dan ook onder in de reactie. Daar zou ik heel wat aan hebben. En bijvoorbeeld heb je leuke onderwerpen waar ik het over kan houden? Wil je nog dingen weten? Van mij of over Rivo? Tot zover ik daar natuurlijk antwoord op kan geven. En nou ja, heb je dat dus soort vragen, stel ze eronder. En wie weet kan ik dat in de volgende vlog bespreekbaar maken. En nou, bij deze zie ik jullie dan in de volgende vlog. Doeg!